groeien. Goedenavond, lieve volgers. Ja, ik dacht, ga vandaag een leuke vlog opnemen, maar dat is anders. Want ik zou vandaag in de bode staan, in de regulaire krant. Maar ja, zoals jullie zien heb ik dus geen krant. Hij ligt ook niet in mijn postvakje. Dus ik ga straks aan de begeleiding vragen of we misschien een krant voor mij hebben, dat ze die mee kunnen nemen. En ik ga morgen sowieso aan een telefoontje plegen naar de... zo, mogen eens een beetje naar de bode. Dus ja, want ik heb heel de dag mijn postvak in de gaten gehouden. Maar ik heb wel 2 keer de Bevelander, maar geen 1 keer de bode. Dus ik ga morgen even bellen. En dan ga ik even vragen hoe dat zit, wanneer ik hem dan wel krijg. En ja, dat ik er niet echt blij mee ben. Maar, want dan zegt dat ik in de bode kom te staan. Het staat trouwens wel op internet. Onder kopje 9 december, de krant. In de bode. Dus als jullie het willen zien, ga naar internet. Typ in de bode. En dan als het goed is kan je hem dan vinden. Dan ga je naar internet. Digitale krant of wat die aangeeft. Ga je naar 9 december, klik je erop, ga je een beetje doorbladeren. Op een gegeven moment zie je mij zo staan. En dat betekent dat dat mijn stuk daar staat. Als jullie hem via WhatsApp willen, mag dat ook. Geef me even je telefoonnummer door. Dan kan ik het ook naar je toe sturen, mocht je het leuk vinden. En ja. Nou ja, vanavond hebben we lekker verse boerenkool stamppot gegeten met rookworst en spekjes, gemaakt door Sagère. En ja, verder eigenlijk lekker gedoucht net, mijn haartjes zijn lekker gewassen. Ben nu Ajax aan het kijken. Laten zien. Kijk, Ajax aan het kijken. Promes komt er nu in. Dus dat ga ik lekker verder kijken. Het is nog steeds 0-0 zoals ik zie. En ja, dat was eigenlijk een beetje de vlog van vanavond. En ik heb vanochtend de kerstboom opgezet in de algemene ruimte. Zaterdag krijg ik mijn kerstboom, dus dan ga ik hem zaterdag met mijn vriend opzetten. En ja, voor de rest is er eigenlijk niet veel gebeurd. Vanochtend koffietijd gekeken, nog iemand van het gors heeft mij gebeld. Ik heb wel een leuke reactie gekregen van iemand van het gorskantoor. Die me wel in de krant heeft gezien staan. Want het staat ook op intranet van het gors. Dus de mensen die mij volgen van het gors. Die kunnen op intranet kijken. En ik zou het leuk vinden als jullie dan hier reactie onder laten. Wat jullie van het bericht vinden. En ja, mensen, zodra ik de bode heb. Morgen of misschien volgende week ergens. Dan laat ik het sowieso weten. Dus jullie houden nog een vlog met mij te goed. Met een stukje van de bode. En dan zal ik ook een stuk voorlezen voor de mensen die het niet hebben gezien nog. En, maar ik heb wel van de 35 abonnees. Heb ik al 2 nieuwe abonnees erbij. Dus ik zit op de 37. Ik ga de goede kant op. Ik hoop dat ik er meer krijg. En mijn vader en Annemarie hebben al gereageerd in ieder geval. Dat ze het een super goed stuk vonden. Dat ze trots op me zijn. Ook namens mijn vader. En ja, voor de rest weet ik het niet. Vanavond nog even mijn vriend bellen. 11 uur lekker slapen. En dan morgen weer lekker gaan sporten, fitness. En vrijdag misschien mijn vriendinnetje langskomt. Want er mogen nu weer 4 vaste bezoekers komen. Misschien dat mijn vriend maar blijft slapen. Dat moet nog even afwachten. Maar ja. En corona is nog steeds niet uitgegroeid. Dus mensen, hou vol. Vond je dit een leuke vlog? Doe een duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. Laat reactie achter als je het hebt gelezen. En tot vrij binnenkort.